Alweer nou. Hoe laten we hem bellen? Fiske gegarandeerd. Vaak wel. Goedemorgen dames en heren, welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Andries, ik ben onderweg naar Henk, naar een oude maat van mij. Die ken ik ondertussen al 10 jaar. Ik moet 200 kilometer moet rijden. Dan gaan we vandaag wat leuks doen voor jullie. Gaan forel vissen. Blijf er allemaal bij. Ja, dan neem ik jullie mee aan het vissen. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vinden. Zie ik jullie als ik er ben. En dan staat die gek ook naar te filmen, hé. Tjoen. Wat is hij aan het doen dan? Wat ben je aan het doen dan? Gek ventje. Nou, ik zal aan de koffie. Een raar manneke. Een lelijk jong. Ja. Dikke diesel jongen. En? Hoe ging de rit? Ja, goed. Mooi. Lekker. Ja. Mooie wagen. Ja. Je gaat wel snel te hard met dat ding. Ja, hè? Nou, we zijn onderweg. We gaan lekker naar Steenderen toe. En ja. Willen jullie nog wat vertellen? Ja, ik heb er zin in. Ja? Ja. En Dave? In Dave was Dave. Dave hier, daar. Oh, daar. Ja, aan die kant. Hoi. Nou, we hebben er zin in, jongens. We gaan vis vangen. Vis on. Ja? Hoeveel gaan we vangen dan? Ik hoop het. Forelletjes? Ja, forelletjes. Ja, hoeveel forelletjes gaan we vangen dan? Tiende man. Tiende man? Nee, ja. Dat kan we niet rijden. Tiende man is wel veel. Maar... Oh, ik heb wel een keer 28 gehaald, samen met mijn stiefvader. Ook een stuk of drie of zo? Vier? Misschien? Nou, laten we zo op zijn minst eentje vangen. Ja. Ik wil sowieso mijn eigen geld terug. Ja. Dat is gewoon vierde man. Ja, vierde man, ja. Nou ja, als we er zijn, dan checken jullie ons wel weer. Freeze. A few moments later. Nou, we hebben onze toegangskaart gekocht. Dan gaan we nu eventjes de hengels ophalen. En dan gaan we eens even kijken of we wat kunnen vangen. Henkje met zijn mooie grote lazen aan. Vieze drekbende hier. Dat is goed hier. Mag ik er ook gewoon een hele dikke gewoon lekker mee? Ja, vies bende. Vies bende hier. Had ik mijn laars ook wel aangetrokken? Ja, had ik mijn hele kostuum wel aangetrokken. Ja, echt zo? Ja. Lekker vissen, hè? In the season. Het wil nog niet bieten. Ik heb maar een stuk worm aan gedaan. De hele tijd met powerbait gooien, maar geen succes. Zo afwachten tot we aanbeet krijgen. Tot het wil happen. Het is ondertussen een uur verder ongeveer, denk ik. Dave is lekker aan het eten. Vangt ook niks. Wij vangen ook niks. Haal hem eens door het water heen, hè? Oké, want hij gaat wel mooi door het water heen. Ja, nou niet, maar... Hij moet hem wel pakken, zeg maar.
Oeh, sprong er wel een. Daar. Daar sprong er een. Ja, ze zijn wel actief. Ja. Niet aan de haak, nee. Ik heb er niet zo heel veel vertrouwen in vandaag. Maar ja, hè. Ik moet gewoon wachten. Je moet gewoon kijken hoe de baas het doet. Kom, laten we bellen. Visje gegarandeerd. Vaak wel, ja. Wat gaan we doen dan? Laat mijn mooie kijkers eens even kijken hoe jij dat doet dan. Even koekeloeren. Leg jij dat eens even uit. Mooi zo'n watteltje. Mooi wetsvis komen. Ja. Onze Henk die gaat het wel even uitleggen hoe je een vis moet vangen. Nou. Vertel het. Ik ben ook geen... Wat heeft hij er allemaal in zitten? Rommel. Ja, er rommel genoeg erin. Ja, rommel ja. Yeah. Dikke dobbers. Tjum. Hoe doe je dat? Wil je al die duizenden kiekjes even op de vingers kieken? Ja, dat vindt Henk leuk. Ik had het leuk met gevlochten lijnen. Ah, jongen. Ja, denk ik ben zenuwachtig hier, oh. Denk aan je taalgebruik, hè? Non de ju. No. Dat is nog voorzichtig. Ja, hè? Nee, maar... ja. 9, 10, 12. Het is hier van nog droog. Volgens de vooruitzichten zou het heel best gaan regenen. Auw, weer een haakje in de klauw. Alweer een haak. Kunnen we eens even zitten dan? In de tussentijd dat we wachten, dan kunnen jullie vast even een blauw duimpje omhoog doen. Abonneer even op mijn kanaal hier beneden. En dan hoop ik dat ik een frelletje kan laten zien zometeen. Heb je gezien hoe de baas het doet? Nou, laten we eens even kijken hoe de baas het doet dan. Gewoon. Een beetje pakken op de vinger. We hebben een balletje. En dan geven we een balletje. Balletje. Dan drukken we hem in. Het haakje. Dan vouwen we hem weer dicht. Druppeltje. Dan aaien hem over het kopje. Kijk, dan heb je zo'n een druppel. Ja, een druppel. Zo, dan druk je hem plat. Ja. Een mooi vormpje nog houden. Mm-hmm. Is goed, dus moet het zo. Nou. Ik heb er geen kut van. Nee. Nou ja, ik ben benieuwd. Henk is vis. Nu wij. Nou Henk, hoe voel je je erbij? Ja, goed. Mooi. Ja, trek eruit dat ding. Oh, nu is het goed vast. Was niet kwijtgeraakt in ieder geval. Nou, laat eens even kijken aan de mensen. Oh, mooi vis. Ja. Een beetje bloed, maar. Ja, mooi visje. Hier, petters. Nou. Ik sluit hier lekker pot. Nou, op naar de volgende. Nou, deel niet, boys. En die girls? Nee. Dat is mooi kut. Ze best niet bij, bijt hij niet. Nee. Ja, Henk heb er wel eentje, maar nou, Dave en ik die houden er mee op. Ik heb het gehad, ja. Nou, Henk die is nog even bezig, laatste kwartiertje. Ja. Wil je de vis halen bij de visboer, dan heb je meer plezier. Weet je zeker dat iedereen aan de haken? Ja. Maar misschien gaan we nog even snoeken zometeen. Maar dan zien jullie dat allemaal wel. Dus ik zou zeggen, vergeet niet het blauwe duimpje omhoog te doen en te abonneren. Dat heb ik net ook al gezegd, maar tussentijd dat jullie wachten, dan kan je beter eventjes abonneren. Of niet, Dave? Zekers. Duimpje omhoog. Ja, zeker. 1 hour later. Nou, dames en heren, we zijn nu bij het volgende plekje. En gaan we eens even kijken als we op snoek kunnen vissen. Even de hengels klaarmaken en dan gaan we naar het water toe. Nou, ik ben benieuwd of we wat vangen. Ik hoop een hele dikke. Een hele dikke, zo'n hele grote. De volgende plek waar we nu zitten,
Dat is een mooi gat. Een stukje water. Er is best wel water met dat best diep is, zeg maar. Ja, ik hoop dat de snoek erop klapt. Het is voor de zoveelste keer dat we geen vis hebben gevangen. Ja, Henk heeft één forel gevangen. Blijf er allemaal bij. Ja, dames en heren. Heel erg bedankt dat jullie weer hebben gekeken naar deze video. Ik hoop dat jullie allemaal hebben genoten. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad vandaag. Helaas hebben we niet zoveel gevangen. Henk heeft dan wel één forel weten te vangen. Het snoeken was helaas ook weinig succes. Maar het werd ook vrij snel donker. De volgende keer wie weet wat we gaan vangen. Dus ik hoop de volgende keer dat jullie er allemaal weer bij zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later.